Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Weinig of geen bewolking boven Nederland. Dat gaat wel veranderen want er ontstaan wat stapelwolken en later vandaag krijgen we de wolken vanaf Oost-Engeland onze kant op. Maar in eerste instantie dus volop zonneschijn, een frisse start vandaag met in de loop van de ochtend temperaturen rond de graad of 10. En vanmiddag loopt het kwik wat verder op. Wordt het uiteindelijk zo'n 15 graden in de kustgebieden tot 17 in het binnenland? De wind is meest matig en waait uit de zuidelijke richting en in de loop van de middag dus wat stapelwolken en in het westen wat hoge sluierwolken. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking verder toe en vocht er ook wat lichte regen of motregen, trekt met name in de nacht over en in de nacht wordt het alweer droog, zodat we morgen gewoon weer een overwegend zonnige dag gaan krijgen. De wind is wel naar het noordwesten gedraaid, matig van kracht en voert vanaf de Noordzee iets koudere lucht aan. Op de stranden worden 12 graden, dieper land inwaarts 15 of 16. Dan vanaf vrijdag stralend zonnig weer met steeds verder oplopende temperaturen. Zaterdag op veel plaatsen al 20 graden of iets meer. En met een beetje geluk halen we zondag in het oosten van het land de 25 graden. De barbecues kunnen afgestoft worden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.